Goedemiddag. Komt er een speciale belasting voor de Facebooks en Googles van deze wereld? Slaat elektrisch rijden straks een enorm gat in de schatkist? En is onze douane wel klaar voor de Brexit? Allemaal vragen voor de staatssecretaris van Financiën. Welkom. U vervangt de minister die in het buitenland zit. Om met de Digitax te beginnen. De Britten zijn de eerste die hem invoeren. Er zou een klein filmpje moeten komen van de Britten. Ah. We will now introduce a UK digital services tax. It will be carefully designed to ensure it is established tech giants rather than our tech startups that shoulder the burden of this new tax. Ja, dat was de Britse minister van Financiën, Hammond. In Europa wordt er al lang over gepraat. Hij zei: er wordt te veel gepraat en te weinig gedaan. En de Britten doen het nu zelf. Ja, dat klopt. Hè. We hebben het gisteren kunnen zien. Nederland is natuurlijk ook een speler in deze Europese discussie. Hè. We hebben een positieve grondhouding als het gaat om het belasten van grote techbedrijven. Met name Digitax noemen we dat dan voor de bedrijven Facebook, Amazon, Google. Die wel spullen leveren in Europa, maar eigenlijk weinig belasting over betalen. Dus ja, daar zijn we zeiden, het duurt allemaal te lang, wij doen nu wel zelf. Ja, dus daar zijn we op zoek naar een oplossing hiervoor. En dat proberen we in Europa te vinden. Sterker nog, we proberen het eigenlijk wereldwijd te vinden, want dan heeft het het meest zin. Maar dat kan wel even duren. De OESO zegt in 2020 met een rapportage te komen. Europa zegt, laten we het sneller doen. Ja, en blijkbaar zegt Engeland gisteren, we willen het nu al zelfs niet meer op Europa wachten. En ik denk dat dat onverstandig is. Wij denken dat het verstandig is om juist met een groepje landen, namelijk Europa, dit te doen in plaats dat iedereen voor zichzelf begint. Ja, moet Nederland niet ook gewoon zeggen, het duurt allemaal te lang. Er zijn Europese landen die twijfelen of er tegen zijn. Laten we het ook gewoon zelf doen. Ja, nee, we hebben een iets andere positie gekozen in Brussel. Het Oostenrijks voorzitterschap had onlangs gezegd, laten we proberen dit in 2020 al in te laten gaan. Wij hebben gezegd, het is prima om erover na te denken, maar ook een beetje oppassen dat haastige spoed niet leidt tot een verkeerde klus die we doen. Dus we hebben gezegd, we hebben een aantal technische punten waar wij naar willen kijken. Maar dat is een positieve grondhouding van ook Nederland. Want wat is de gedachte achter die belasting? Nou ja, wat ik net al zei, dus er zijn, stel dat jij gewoon als bedrijf hier een product levert en je bent hier ook gevestigd als bedrijf, dan betaal je bijvoorbeeld vennootschapsbelasting. Terwijl als jij via internet product verkoopt in Nederland, maar je bent ergens anders gevestigd, en dat is in de digitale wereld eigenlijk vrij gewoon, dan kan je de belastingontheffing ontlopen. En dat gebeurt ook vrij massaal. Dus je ziet dat de effectieve belastingdruk voor deze grote techbedrijven heel erg laag is. En daar willen we wat aan doen. Maar denkt u dat het gaat lukken om met Europa afspraken te maken over de invoering van zo'n digitax? Ja, nogmaals, die afspraken moeten dan wel goed zijn. Dus we hebben een aantal voorwaarden daarvoor neergezet. Maar op zichzelf is het feit dat je dit probleem wil aanpakken in Europa, is een goed idee en daar staan we achter. Ja, en wat gaat dat opleveren als het hier eenmaal is? Nee, in Europa hebben we nu, het is een beetje afhankelijk van hoe we hem vormgeven, maar hebben we nu een raming staan van 5 miljard Europees. En voor Nederland zou dat gaan om 200 miljoen opbrengst voor de Nederlandse schatkist. En dat is echt voor de Nederlandse schatkist, dat blijft niet in Brussel hangen? Nee, dat zou voor de Nederlandse schatkist zijn. En net zoals de Engelsen nu met hun eigen voorstel komen. Hè, dat gaat dan op basis van de hoeveelheid omzet zo'n bedrijf in een land draait. En Europa gaat nu uit van 3%. De Engelsen hebben het over 2%. En eigenlijk is dat misschien wel de beste reden om aan te geven om je het beter gezamenlijk kan doen. Straks hebben alle landen net een eigen grondslag, een ander tarief. Dat maakt voor bedrijven ook niet per se makkelijker. Nee, maar extra inkomsten voor de schatkist, die kunt u misschien wel goed gebruiken. Want op een ander punt verliest u misschien wel inkomsten aan de schatkist. Want de stimulering van elektrisch rijden gaat op termijn juist heel veel geld kosten. Het wordt een hele kostbare aangelegenheid. Het gaat miljarden kosten om die stimulering overeind te houden de komende jaren. Ja, het aantal elektrische auto's moet flink omhoog, maar er hangt wel een flink prijskaartje aan. Hoe gaat u dat betalen? Ja, nou dat is altijd een goede vraag. En zeker op het ministerie van Financiën zijn we daar ook wel over aan het nadenken. Het is op dit moment zo dat wij al elektrisch rijden stimuleren. En ook doen we best stevig. Daar gaat een hoop geld rond. Omdat we het belangrijk vinden dat elektrisch rijden nu echt een start krijgt. Hè, dat we daarmee even gang kunnen gaan. Maar nu zijn het er nog enkele tienduizenden. Dat moeten paar miljoen elektrische auto's worden. Ja. Dan wordt het prijskaartje natuurlijk ook een stuk hoger. Ja, dat klopt. En we hebben in het regeerakkoord afgesproken dat in 2030 alle nieuw verkochte auto's eigenlijk elektrisch moeten gaan rijden. En ja, je zou kunnen zeggen, ja, als alle nieuwe auto's elektrisch rijden, dan betekent dat er een groot deel van het totale wagenpark geen accijns meer betaalt. En dat kost inderdaad veel geld. Nou, dat is een oplossing die we niet deze kabinetsperiode al helemaal ingeregeld moeten hebben. Maar het is wel iets waar we op termijn serieus rekening mee moeten houden. En we hebben daarom ook gevraagd aan de commissie van Wijzen om ons daar een beetje over te helpen nadenken. Hè. Wat zou nou een nieuwe grondslag kunnen zijn als wij onze belastinginkomsten op peil willen houden?
U bedoelt eigenlijk dat u toch op de een of andere manier inkomsten wil houden uit de auto? Ja, het hoeft niet per se de auto te zijn. Het kan ook vervoer in zijn algemeenheid zijn. Denk bijvoorbeeld aan de plannen die we hebben rond de vliegbelasting, waar op dit moment nog eigenlijk geen belasting op wordt geheven. Geen btw, geen accijns, geen omzetbelasting. Dus daar zijn we op zoek naar een nieuwe grondslag. En dat zou ook kunnen gaan voor andere vormen van vervoer. Ja, nou wordt al wel gezegd, als de auto als die minder oplevert, moet je dan niet toch weer gaan nadenken over invoering van rekeningrijden? Ja, er zijn een paar partijen die dat ook in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen. Een aantal andere partijen heeft dat niet gedaan. En in ieder geval in dit regeerakkoord hebben we daar geen concrete plannen mee. Maar het feit dat je moet nadenken over het feit dat je wagenpark verandert en dat dat van invloed is op je belastinginkomsten, is een terecht punt wat deze meneer ook maakt. En wij zullen daar serieus naar moeten kijken. Maar is op de lange termijn wel vol te houden om niet aan rekeningrijden te willen? Nou, dat weet ik niet. Maar dat is volgens mij niet wat er nu de discussie is. We hebben nu op de klimaattafels liggen ook allerlei voorstellen. Bijvoorbeeld, hoe gaan we komen naar 100% elektrisch rijden vanaf 2030? En zo makkelijk is het nog niet. Hè. Bijvoorbeeld het fiscaal stimuleren kunnen we nu nog doen, omdat het op een aantal 10.000 gaat. Als het om miljoenen auto's gaat, is dat niet meer vol te houden. Dus die fiscale subsidiering moeten we gaan afbouwen. En dat soort vraagstukken komen op en de klimaattafels helpen ons ook bij om daar een oplossing voor te vinden. Is die fiscale stimulering nog wel nodig als elektrische auto steeds populairder wordt en misschien ook wel steeds goedkoper omdat er meer keuze is? Nou, ik denk op een gegeven moment niet meer, dus nu wel, omdat we nu nog aan het begin zitten. Het is een soort symbiose wat je wil eigenlijk. Er moeten voldoende elektrische auto's zijn om bijvoorbeeld een netwerk aan tankstations, elektrische tankstations te kunnen hebben en vice versa. Op het moment dat er meer stations zijn, wordt het eigenlijk ook makkelijker om elektrisch te rijden. Maar wij zijn denk ik een beetje degene die dat moeten aanzwengelen. Dat doen we nu door fiscale subsidies. Maar vroeg of laat is dat niet meer nodig, omdat het voor mensen gewoon ook in de portemonnee uit kan om elektrisch te rijden. Ja, toch nog even over dat rekeningrijden worden. Vanochtend ook weer dat het aantal files gaat toenemen. Dat daar niet tegen op te bouwen is met nieuwe snelwegen. Dan zou je toch opnieuw naar rekeningrijden moeten kijken. Nou ja, weet je, bijvoorbeeld het rekeningrijden blijft heel erg hangen. Ik denk ook dat er allerlei andere manieren zijn om er naar te kijken. Ik ben zelf altijd voorstander van, op het moment dat je een probleem hebt, moet je open blijven staan voor alle soorten oplossingen. Inclusief rekeningrijden. En pas daarna ga je politieke weging maken. Ik sta in ieder geval altijd open voor het zoeken naar oplossingen in brede zin. Ja, maar deze kabinetsperiode gaat er in ieder geval geen voorschot op worden genomen. Nee. U bent ook verantwoordelijk voor de douane en die is zich al aan het voorbereiden op de naderende Brexit. Maar ondernemers maken zich toch wel zorgen. Op het moment dat wij niet meer EU-partner zijn, betekent dat wij een hele papierwinkel door te gaan hebben. En onze zorg is dat als die papierwinkel gecontroleerd moet gaan worden bij de grens, dat er enorme files ontstaan. Wij hebben een kort houdbaar vers product. Dus dat maakt het lastig. Ja. Begrijpt u deze zorgen van deze pannenkoeken en poffertjesbakken? Ja, absoluut. Ik denk dat ik ben heel erg blij dat hij dit punt al erkent als zijn een potentieel probleem van hem. En dat is een van die dingen die ons wel zorgen baart. Wij zijn zelf heel hard bezig met de douane, maar ook bedrijven en het bedrijfsleven moet rekening houden met het feit dat er voor hun ook dingen echt gaan veranderen vanaf 1 maart. Maar goed, straks is er misschien wel een harde Brexit, komt er een harde grens. Ja. En krijgen we dan inderdaad enorme files aan de grens? Nou, wij proberen natuurlijk te voorkomen dat dat gebeurt. Hè? Door goed voorbereid te zijn als douane, maar tegelijkertijd kun je dit probleem niet in je eentje oplossen. Want kun je dit wel voorkomen als er inderdaad een harde Brexit zou zijn? Nou, bij alle vormen van Brexit geldt overigens dat het VK een derde land wordt en dus eigenlijk tussen Nederland en Engeland een harde grens, een buitengrens gaat ontstaan. Dus als je dat echt gaat controleren, er zijn nu al, ja, ik geloof 237.000 Nederlandse vrachtritten per jaar. Ja. Als je dat allemaal moet gaan controleren. Je ziet nu al ook aan de Engelse kant in Dover vaak enorme rijen vrachtwagens. Ja. Ja, dus het zijn dus niet alleen bedrijfsleven en de Nederlandse douane, maar ook nog de Engelse douane is hier van belang. Maar kan deze man straks zijn poffertjes nog wel leveren aan Groot-Brittannië? Of moet hij zich zorgen maken dat ze inmiddels zijn beschimmeld tegen de tijd dat ze aankomen? Ja, nee, wat ik net probeerde uit te leggen is dat uiteindelijk is het, we moeten dit allemaal doen. Dus de douane moet hard bezig met het op orde maken van hun eigen capaciteit, voldoende capaciteit aan de grens, maar ook administratief in het land. Bijvoorbeeld, er zijn ook echt formaliteiten die een exporteur heeft die van Nederland naar Engeland exporteert. Dat eerst kon dat binnen de interne markt zonder papieren. En nu hebben ze soms 7 tot wel 9 extra formulieren of formaliteiten die ze moeten afhandelen voordat ze kunnen exporteren. Dus dat is impactvol. Als het bedrijf zegt, nou, de douane heeft goed geregeld, dat komt wel goed, dan hebben ze het mis.
Het komt alleen goed als en het bedrijf van tevoren zichzelf heeft geïnformeerd wat het betekent en de douane voldoende capaciteit heeft. Maar het moet wel en-en zijn. Ja, en dan zal ook nog een verschil maken of het uiteindelijk een harde of zachte Brexit wordt en wat precies de afspraken zijn die daar worden gemaakt, ook over hoe die grenzen worden gecontroleerd. Ja, maar het is wel belangrijk om zelfs, op dit moment, een heleboel ondernemers weten dat het impact heeft, maar ze wachten nog met handelen. Omdat ze denken, het valt misschien wel mee als het een zachte Brexit is. Maar in beide gevallen is het een harde buitengrens. In beide gevallen mogen zij controles verwachten. En daar kunnen zij zo goed mogelijk op voorbereiden. En dat moeten ze in alle gevallen, welke Brexit-scenario we uiteindelijk ook belanden. Het is allemaal slecht nieuws voor ze. En we kunnen het zo goed mogelijk, zeg maar, mitigeren door zelf voorbereid te zijn en onze douane de juiste handelingen te laten doen. Nou, dat lijkt me een hele duidelijke oproep aan ondernemers. Zeker. Bereid je voor en zorg dat je klaar bent voor die Brexit, want hij komt er in ieder geval aan. Zeker. U, dank u wel voor het gesprek van u en u bedankt voor het kijken en tot volgende week.